Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe fanmail video hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. In deze serie beantwoord ik natuurlijk al jullie brieven, open ik al jullie pakketjes die jullie naar mijn postbus hebben opgestuurd. Vind je deze serie nog leuk? Bam! Ram natuurlijk sowieso keihard op die like op, dat helpt mij enorm. Als we de 2000 likes kunnen halen, dan zou ik dat super vet vinden. En we gaan natuurlijk weer vandaag proberen zoveel mogelijk brieven en pakketjes te openen. Als je nou nog iets naar mij toe wil sturen, kan dat nog altijd. Het postbusadres staat in de beschrijving. En op het moment dat jij iets naar me toestuurt, zorg er natuurlijk dan voor dat er genoeg postzegels op zitten. En zorg er natuurlijk ook voor dat op het moment dat je wilt dat ik iets terugstuur, dat er een envelop in zit, je adres erop staat en dat er natuurlijk postzegels op die envelop zitten. En dan stuur ik het terug, dus we gaan gewoon kijken hoeveel brieven we vandaag kunnen openen. Dus ik zeg je, laten we beginnen bij de allereerste. Yo Jan, ik ben 9 jaar oud. 9 jaar oud. Ik ben een fan van jou en ik kijk al je video's. Zoe, je hond is baas. En jij bent ook een baas. GTA 5 vind ik het leukste. En Dennis kan niet rijden. Jij bent één van de vetste in GTA van Nederland. Ik heb ook wat lekkers voor jou en je hond erin gedaan. En een tekening voor je gemaakt. Maat, dankjewel voor deze brief. Wat hij erbij heeft gedaan zijn smakkels. Voor Zoe. Dus die kan Zoe lekker gaan opeten natuurlijk. Dus dankjewel. En hij heeft voor mij... een Milka. Lekker, lekker, lekker. Chocoladereep erin gedaan. En natuurlijk heeft hij nog eens een tekening voor mij gemaakt. What the fuck? Hij zei dat hij 9 jaar was. Waarom kunnen 9-jarigen zo goed tekenen, man? Ik kan het helemaal niet. Oh, ik sta ook echt zo op de foto. Ha, ik sta zo op de tekening. Wat moet je kijken dan? What the fuck? Dat kan ik zelf nog ineens, man. Ik kan echt niet tekenen, namelijk. Dude, je bent een dikke baas, man. Dankjewel. Volgende brief. Volgende brief. Oh, yo, lalalalalalalala. Woep. Hoi, Jan, / Jaraski. Ik ben Nick en ik ben een grote fan van je. Ik vind vooral je Call of Duty video's leuk en ook je andere filmpjes natuurlijk. Maar Call of Duty vind ik het leukst. Ik heb een vraag. Als Black Ops 3 uit is... ga je dan ook nog Black Ops 2 uploaden? Heel makkelijk antwoord. Ja, maar aan het begin niet. Natuurlijk, binnenkort komt de beta van Black Ops 3 uit. Die ga ik sowieso spelen, livestreamen. Kan je overal ook maar checken bij mij. En dan natuurlijk alle informatie erbij. En op het moment dat Black Ops 3 uitkomt, upload ik heel veel Black Ops 3 met tips erbij. Met tutorials erbij en natuurlijk live series. En daarna zal ik langzaam maar zeker weer een beetje Black Ops 2 uploaden natuurlijk. Omdat die game ook heel erg leuk is om te spelen. Groetjes, Nick Kamphuis. En sorry dat ik lelijk schrijf. Hé, ik heb alles kunnen lezen. Daar gaat het om, jongen. Hij heeft ook nog eens tekeningen erbij gedaan. Zoals je kan zien. Een Jaraski Power Emblem erbij. Hij heeft er nog eens bij gedaan. Even kijken. Een Yara Jaraski, GTA 5, MW3, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 1, Hate Camp, Jan, Pissflex, Zoe, Husky, Hype, God SW en godgloeiende kutjes. Kokosnoten. Kijk eens aan, alles staat erop. En, als laatste heeft hij er ook nog eens twee bandjes bij gedaan, die hij waarschijnlijk zelf heeft gemaakt. Dus twee armbandjes, super vet man, als je deze zelf hebt gemaakt. Dankjewel jongen, je bent de bom. Jaraski, met puntjes op de Griekse ei. Dat is een nieuwe jongens. Het is serieus een nieuwe. Puntjes op de Griekse ei. Het kan allemaal. Het kan allemaal. In de Jaraski Show. Allemaal. Een verrassing of een zoen. Jaraski. Daar ben ik weer, Devon. Ik dacht, ik stuur nog iets. En ik ga ook bij je livestream doneren. Ik kom naar de Dutch YouTube Gathering. Super gaaf, man. Ik hoop dat je het leuk vindt. Hij heeft tekening erbij gedaan met mijn headset op. Dit gezicht lijkt wel echt goed op mij, jongen. Die daar. Zie je die potgrote headset? Die lijkt wel op mij. En hij heeft Jaraski geschreven in een... oh, die heeft hij zelf erop geplakt. Dus geschreven met allemaal... ik weet niet. Allemaal puntjes dingen. Gaaf gemaakt, man. En er zitten nog eens Skittles bij. Mijn lievelingssnoepjes. En nog een Haribo zakje met colaatjes erin. Dankjewel, Devon. Dankjewel, man. Zo.
Ik pak even een briefbureau. Er staat fucking groot op. Boodschap! Boodschap. Nou, boodschap. Zullen we eens even kijken wat erin zit dan? Er zit een boodschap in voor mij. Maar ja, wat is de boodschap? Dat is altijd de vraag. Dat is altijd de vraag. Oké. Jojan, wij zijn Jarno en Cas. Wij kijken graag naar al je video's. Vooral de GTA 5 video's vinden wij leuk om te zien. Verder kijken wij graag naar uit om Black Ops 3 te zien. Binnenkort op mijn kanaal. Heel veel. Er zitten ook tekeningen in de envelop. Ja, Jan, jij en Zoe zijn baas. Er zit Jaren Army, Jordi, Ramop die lijken op Chromo, Dennis, Black Ops 3, Jiraski, Swarm, Zoe, Boodschap. Alles zit erbij. Ze hebben nog twee tekeningen gemaakt zoals je kunt zien. Hier is één tekening van mijn logo en mijn naam in een soort van graffiti-achtige stijl. Allebei van een t-shirt natuurlijk. Super gaaf. En nog eens mijn Yara emblem met allemaal... Dus zullen we het... Ik ga het bliksem noemen, hoor. Als je hem zo doet, is het bliksem namelijk. Hey, dank jullie wel, Jarno en Cas, voor deze awesome brief, man. Dank je wel. Hallo, Jiraski. Mijn naam is... Abdilnan. Ik spreek je naam helemaal verkeerd uit, sorry. Maar ik denk dat je wel begrijpt dat jij het bent. En ik ben 12 jaar oud. Ik bekijk elke video die je maakt en ik vind ze altijd heel erg leuk. De beste serie vind ik de Gun Game en de Road to Life. De Road to Life. 100 plus kills op natuurlijk Black Ops 2. Die heb ik al gehaald. Jalalala. Ik vind Zoe ook een hele mooie hond. Ik heb drie vragen. Welke Call of Duty vind je de beste en waarom? Black Ops 2. Omdat hij gewoon awesome is om te spelen. Hoeveel jaar ben jij? 19 en ik word dinsdag 20. En welke Call of Duty vind je het slechtste? Ghost. Ja, ik moet erbij blijven. Ik ben ook geabonneerd op je tweede kanaal. Dankjewel, jongen. Groetjes en blijf zo doorgaan, Jiraski. Dankjewel, jongen. Super gaaf. Er zit hier ook nog eens een Yara van mijn shirt bij. Dit shirt verkoop ik ook met deze Yara erop. Dus super, super gaaf, man. Dankjewel voor deze awesome brief. Wow, dit is een A3'tje, gek. Dit is een fucking A3'tje. Jojan, ik kijk veel naar je video's en vind ze echt cool. Je kan goed gamen. Dankjewel, man. Ik heb een vraag. Wat heb je liever? Battlefield, Call of Duty of GTA? Als ik moet kiezen... Als ik uit allemaal moet kiezen, zeg maar... En ik moet een game kiezen die ik als enige game mag spelen... Dan zou ik kiezen voor GTA. Waarom? GTA kan je heel veel spelen. Battlefield wordt op een gegeven moment saai. Wordt redelijk snel saai, vind ik. Call of Duty wordt, als je maar één Call of Duty speelt, ook op een gegeven moment saai. Dus moet ik gaan voor GTA. Ik keek je video's sinds de Black Ops 2 abonnees. Waarschijnlijk met die Jiraski zegt video. En vind je een grote baas? Ik vind GTA het grappigste. Groetjes Noah. Fucking vet, Noah. Hij heeft ook nog eens een tekening erbij gedaan met de Yara met allemaal... Bloed of zo, water eronder. En weet ik veel wat allemaal. Dus awesome tekening. Op een A3'tje. En dankjewel voor deze super gave brief, man. Ja, Raski. Ja, dat ben ik. Raski, dat ben ik. Ik mag de brief openen. Jalalala. Hey. What the fuck is dit nou weer, man? Jojan. Ik ben Devon. Devon, hoeveel fucking brief heb je gestuurd, man? En je bent een baas. Ik kijk graag naar je video's. En gefeliciteerd met je 120.000 abonnees. Deze brief is al wat ouder, jongens. Zoe is ook een baas. Hij heeft een tekening erbij gedaan met Loadstar, boodschap, alles erop. Jij bent baas. Dennis is een noob. Dat staat hierop. Er zit hier nog een tekening bij met livestream, GTA 5, Yara, Black Ops, Yara, baas. Alles staat hier ook op. En er zit nog een tekening bij... Of een brief bij van de broer van Devon, Joyden. En die zegt, je bent de baas. Ik kijk met plezier naar je video's en je bent de beste YouTuber die er is. Dankjewel Jaden. Wat ze erbij hebben gedaan is fucking... neppoep. Het is serieus neppoep. Jongens, ik heb poep in mijn fanmail.
Het is neppoep, man. Die kan je dus ergens neerleggen. En dat lijkt net op een echte drol. Dus... Ik moet die op mijn moeder de bed of zo leggen. En dan denken ze misschien dat zoiets heeft gedaan. Oh, dat is best wel mooi. Hey, dank jullie wel, jongens, voor deze awesome brief. Hoi Jan, oftewel Jaraski. Mijn naam is Emiel en ik kom uit België. En de laatste 6 maanden kijk ik veel naar je video's. Ik vind je Call of Duty series de leukste en ik bekijk ze allemaal. Ik bewonder het echt hoeveel je bezig bent met YouTube. Zeer veel respect voor jou. Dankjewel, man. Op de 6 maanden die ik je kijk op YouTube, ben je al enorm gegroeid. En ik hoop dat je zo door blijft gaan met YouTube. Zeker weten, jongen. Ik blijf zo lang doorgaan als ik kan. Nog een vraagje. Zou je eens in een livestream Black Ops 2 willen spelen? Ik kon Black Ops 2 spelen in livestreams. Alleen nu niet meer. Waarom? Dan moet je vragen aan al die irritante hackers. Waardoor ik nu Black Ops 2 niet meer kan livestreamen. Dank jullie wel, manieus. Jaraski, je bent de baas. Bye bye, groetjes Emiel. Emiel, dankjewel man. Jij bent ook een dikke baas, jongen. Je bent de bom. Je bent de bombaas. Grote brief. Jalalalalalala. Ik hou van grote brieven, man. Alleen meestal zitten in die grote brieven maar 1 blaadje. En mensen in de kleinste enveloppen die je kan krijgen zitten allemaal shit gepropt. Dus, ja, grote brieven zit meestal alleen een brief in. En kleine brieven zit meestal helemaal vol gepropt met 100.000 dingen erin. Dus, alsnog hebben grote brieven meer swag. Yo Jan, mijn naam is Janos. Ik ben 13 jaar oud en ik woon in België. België! Iedereen woont in België, man. Ik kijk al naar je video's sinds 36.000 abonnees en je bent mijn favoriete YouTuber. Daarom heb ik voor jou een tekening gemaakt van het Super Zoe logo. Zou je ook AUB je handtekening willen zetten en naar me terug willen sturen? Ja, hij heeft de enveloppe bijgedaan met een postzegel, dus dan kan ik hem terugsturen. En zijn adres staat er ook nog eens op, dus dankjewel. PS, shout-out naar Maxime en Sander, oftewel Sjoerd. Sander, oftewel Sjoerd. PS, jij bent echt een lucky bastard dat je naar de Call of Duty Championships kon. Dat was echt fucking vet, jongen. Dat was echt heel erg vet. En de E3 in LA was ook heel erg vet, jongen. Ik ben jullie zo dankbaar dat ik naar die evenementen kan. Dat wil je niet weten. Dus dank jullie wel, jongens. En dankjewel voor je brief, Janos. Dankjewel, man. Ik werd helemaal afgeleid door Janos zijn mooie woorden dat ik zijn tekening ben vergeten. Hij heeft een tekening gemaakt van het Super Zoe logo. Dus Janos, nog bedankt, man. Dat is zijn tekening, jongens. Die fucking vet gemaakt. Jaraski. Hey. Ik scheur zo die brief open. Die envelop open. De brief heb ik niet gescheurd. De envelop wel. Sorry, jongen. Zo, er zit hier een heel boek in, man. Holy fuck. Dit zijn echt heel veel pagina's die hierin zitten. Maar we gaan eens even zien wat er allemaal op staat. Wow. Dit zijn veel blaadjes. Even kijken. Nu moet ik het blaadje vinden waarmee het begint. Zo, de knetteree. Dus blaadje 4, blaadje 5. Oh, dit is de laatste, denk ik. Ja, dan moet dit blaadje 6 zijn en dat is de laatste. Ja, kijk eens aan. Yo Jan, oftewel Jaraski, ik ben Boerak. Ik ben geabonneerd sinds 80.000 abonnees en je video's zijn erg leuk. Vooral je GTA 5 Race en Black Ops 2. Heb je nog tips om beter te spelen? Ik zeg altijd, ik krijg heel vaak de vraag op Twitter. Hoe kan je beter worden in Call of Duty? Het makkelijkste antwoord is, oefen veel, let goed op, kijk naar andere YouTubers, of naar mij, dat is dus andere YouTubers voor jou, en probeer van hun te leren. Probeer te kijken hoe zij spelen, probeer te kijken of je die speelstijl kan overnemen, probeer tactieken te verzinnen, en het makkelijkste antwoord is gewoon oefen. En dan moet je vanzelf beter worden. Ik begon ook heel slecht. Ik ben nu nog steeds niet de beste, maar je leert het vanzelf als je gewoon goed genoeg oefent. Kan je shout-out doen naar Remco? Remco, shout-out naar jou. Lorenzo, ook shout-out naar jou. Ik heb ook een t-shirt en een pet gekocht. Super gaaf, man. Super vet. Dankjewel, Boer, ook voor deze brief. Hij heeft nog eens mijn logo erbij getekend, het Jara-logo. Tada. Hij heeft nog eens mijn emblem erbij getekend. Tada. Hij heeft nog eens een Monster Energy logo getekend. Tada. Dus dankjewel, jongen, voor de awesome brief. Jaraski. Hey. Jaraski. Hey. Jaraski. Jaraski. Jalala. Zo, is die leeg?
Hij is leeg. Ja. Moet altijd even controleren, want zo meteen gooi ik een envelop weg, terwijl die nog niet leeg is. Maar deze was wel leeg. 26 april 2015. Dit is een hele oude brief van ongeveer 3 maanden geleden. Zoveel fanmail hebben jullie gestuurd dat ik gewoon 3 maanden achterloop. Hey, dank jullie wel, hey, jongens. Nee, super gaaf, super gaaf. Hoi Jan, ik vind je filmpjes echt vet en je bent de beste van iedereen op de wereld. Je livestreams zijn ook super vet en ik kijk het meeste GTA 5. Je hond is vet baas en jij bent nog bazer. Ik ben 11, woon in Leeuwarden en op de PS3 heet ik Soldaatje 123. Blijf zo doorgaan en ik heb ook nog wat leuks voor je gekocht. En voor je hond, want ik ben je grootste fan ooit. Je bent super tof. Ik heet Hidde. Laat eens wat van je kamer zien. Ik ben midden in een verbouwing, dus mijn matras zie je nu. Dus ja, dat is niet echt heel erg mooi. En haal 1 mob met de sniper. Heb ik al gedaan, man. Kan je vinden op mijn kanaal, Hidden. Ik heb al een keer 1 mob met de sniper gehaald. Dankjewel, Hidden, voor deze awesome brief. Die sniper mob, die kan je terugkijken. Dat heet volgens mij de Road to Life MSR mob. Heb ik in aflevering 2 volgens mij al gehaald. Dat was echt awesome. En wat Hidden nog meer bij heb gedaan, is een Milka. Bam! Oreo reep, super lekker. Dus dankjewel, jongen. Daar ga ik lekker van genieten. En hij heeft nog eens een tandenborstelkoekje voor Shoei erbij gedaan, zoals ik gezien. Die natuurlijk bij de dierenwinkel kon kopen. Dus dankjewel voor deze awesome brief, jongen. Ik vind, jongens, dat het wel weer tijd is voor een pakketje. Dus ik ga onder het bureau kijken welk pakketje ik ga openen. Want er staan er veel. Er staan er heel veel. Welke zullen wij eens openen? Ik weet dat ik deze al heel lang heb staan. Welke was het ook alweer? Deze heb ik volgens mij al heel lang staan. Ik ga deze pakken. Oh, er staan er zoveel. Hoppa, twee. Zo, oh, deze is zwaar, hè. Deze is fucking zwaar. Oké. Okay. Het staat je raski op. Postbus 2649. Dus we kunnen hem gaan openen. Dan heb ik wel een schaar nodig, want er zit plakband overheen. Zo, dit is een hele zware. Ik ben nu echt benieuwd wat erin zit. Dit is namelijk een zware rode doos. Ugh. Er zit een doos in een doos. Serieus, jongens. Yo, Jan. Onze namen zijn Keegan. Je spreekt uit als Keegan. Dat zei ik al. En Joris. Als je wil weten wat wij van je vinden, moet je ons opbellen. Ik ga je niet opbellen, maar ze zeggen wel dat het positief is. Dus dat zal al positief zijn dan. Dank jullie wel. Ik ga jullie niet opbellen, want ze hebben 06-nummer achtergelaten, maar dat kan ik niet doen. Ze hebben een tekening erbij gedaan. Nog van zichzelf. Geschreven en wel. En nog een tekstje erbij natuurlijk. Yo Jan, je bent de baas. Ik ben Keegan. Ik kijk elke video van je en ben niet grappig. Hij is niet grappig. Sorry, mijn handschrift is niet goed. Nee, ik kan het lezen, dus dat is goed. Dit is groot. Hij zet er een hashtag neer. Dit is groot. Het schrijft fucking over het hele blaadje heen. Zoe is baas. Jaraski is baas. Chromatech is kleine baas. Dennis Wees is baas. En Sandy is een kleine pik. Sandy, je hebt een kleine pik, man. Hij heeft een tekening bij gedaan van mijn logo, zoals je kan zien. Super vet. En ze hebben er nog een blaadje bij gedaan. Met daarop, Jojan, wij hebben een PS4 gemaakt. Je moet bij de plek van de disc grabbelen. Lukt het echt niet, maak dan maar de zijkant open. Oké, doe ik, man. Hij heeft nog een tekening erbij gedaan van Black Ops 2, Black Ops 1, GTA, NW3, NW2, Chromatech, DNF, Dennis. Alles erbij. En natuurlijk nog een tekening van mijn logo, zoals je kan zien. Dus dank jullie wel, jongens. Oké, in de doos moeten wij dus fucking kijken wat erin zit. En dat is, oh, ik gooi allemaal snippers op de grond. Dat is zoude klukkenwormen. Die zijn fucking lekker, jongen, deze snoepjes. Deze snoepjes zijn echt lekker, jongens. Oh, er vallen allemaal snippers uit. Nee, ik heb net gestofzogen. Kijk eens aan, jongens. Die dingen zijn echt, echt heel erg lekker. Dus dank jullie wel. En wat er nog meer in zit, is een blikje Monster Energy met allemaal snippers erop. Snippers gaat er eens af. Dankjewel. Een blikje Monster Energy groen. Kijk eens aan. Dankjewel, jongen. En dan hebben wij nog eens een... Er zijn allemaal snippertjes, man. Allemaal snippertjes. Dan hebben wij nog eens een Caesar kip met kalkoenpaté. Voor natuurlijk Zoe. Dus die kan Zoe opeten in de originele verpakking. Wat natuurlijk ook de bedoeling is. En even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh, er zit nog iets groots in. Ik wil niet al die snippers op mijn kamer hebben, jongens. Snippers, ga eraf. Oké, zo. En er zit nog eens een sniperpistool in. Die kan afvuren. Kijk eens aan. Bang, bang. Into the moon.
Dus dank jullie wel, jongens. Die kunnen we zo pieuw pieuw schieten. Alleen dan moet ik niet op de webcam schieten, want dan gaat hij er doorheen. Dus dan is mijn webcam kapot. Maar dank jullie wel, jongens. Super gave doos. Jaroski. Beste Jan. Ik volg je sinds de 18.000 abonnees. Ik heb nog geen één video gemist. Ook niet op je tweede kanaal, Jaroski Plays. Mijn lievelingsserie zijn en waren de Road to Life Care Packs voor met Dennis. Die gaan we nooit halen. Gunning Game Win Streak hebben we helaas al verloren. En de 325 punten in Sticks and Stones hebben we ook al gehaald. En de Road to Life Golden, puntje, oftewel de hammer op dit moment. Ik kijk ook bijna elke livestream en je GTA aflevering zijn ook fucking awesome. De groet van Martin uit Limburg. Martin, dankjewel man. Er zit nog eens tekening bij met Jaroski boodschap en Jara Army erop, zoals je hier ook kan zien. Kijk eens aan. En onderaan Jan, je bent de baas. Dat staat er nog eventjes bij natuurlijk. En nog een Call of Duty Black Ops 3 tekening. Die natuurlijk binnenkort gaat uitkomen. Black Ops 3. Black Ops 3. Dankjewel jongen voor deze awesome brief. Goedendag Jan. Oftewel Jaroski. Ik ben Victor en ik kijk je video's al van de 80.000 abonnees. Ik blijf je video's tof vinden en vind je geweldig. Blijf ook zo doorgaan. Zoe is sowieso een baas en jij ook. Groetjes Victor. Vraag. Ik heb nu een PS3 en ik ga waarschijnlijk ook een PS4 kopen. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat alles wat ik op mijn GTA op de PS3 heb gehaald, ook op mijn PS4 krijg? Heel makkelijk. Je start je GTA op de PlayStation 4. Dan krijg je een melding. Vul je social club gegevens in. Worden je gegevens overgezet naar de PlayStation 4. En heb je gewoon alles. Zo makkelijk is het. Zo makkelijk is het. Je krijgt vanzelf de melding als je GTA opstart. En de mop. Jantje komt thuis van school en vertelt trots: ik heb vandaag mijn eerste Engelse les gehad. Nu kan ik ook dankjewel zeggen in het Engels. Zijn moeder antwoordt: dat is goed, want tot nu toe kon je dat nog ineens zeggen in het Nederlands. Dankjewel man. Hij heeft ook nog eens een stift potloodtekening bijgedaan, zoals je kan zien, van mijn nieuwe Jaroski logo. Super gaaf gedaan, Victor. Dankjewel man. Yo Jaroski, ik ben een grote fan van jou. Ik kijk vooral graag naar je Road to Commander serie op Black Ops 2. En ik vind je Road to Life Golden Weapon op Black Ops 2 ook leuk. Je livestreams vind ik super gaaf en ik probeer er zoveel mogelijk te kijken. Als je GTA streamt vind ik het vooral grappig als Dennis zijn DNF-streak oploopt. Weet je, die DNF-streak, we weten nog ineens meer hoeveel die zit. Hij zit namelijk echt heel, heel hoog. Maar hij begint wel beter te worden, moet ik erbij zeggen. Ik vind het echt chic dat jij het kan volhouden om elke dag zoveel video's te uploaden. Hashtag Jara Army, groetjes uit België. Dankjewel man. Hij heeft er ook eens een tekening bij gedaan, speciaal voor Dennis. De DNF, oftewel de Dennis Not Finished tekening. Dankjewel man, je bent de bom. Yo Jaroski, jouw video's zijn super awesome. En vooral met Dennis. Doe eens een shout-out naar Daniel, Joost, Dirk, Joran en Siebe. Shout-out naar jullie jongens van Sander. Sander, dankjewel jongen voor deze korte, krachtige, awesome brief. Beste Jaroski. Ik ben Jeff. Mijn naam is Jeff. Van België. Je video's zijn super cool, zeker GTA 5. Zou je uitbemen willen toevoegen op de PS3 als vriend? Kan ik helaas niet doen, want ik voeg helemaal niemand meer toe namelijk. Want ik heb vroeger nog mensen toegevoegd. Nou, dat komt toen nog. Ik voeg heel soms iemand toe in de livestream. Alleen wat er dan gebeurt op het moment dat ik ga opnemen, is dat die persoon de hele tijd gaat joinen en moet ik hem alsnog verwijderen. Dus ik voeg helemaal niemand meer toe. Op GTA 5 kan Dennis niet rijden en is gelijk aan een noob. Mijn vriend heeft me alles verteld over jouw kanaal, dus ben ik ook maar een keer gaan kijken naar je video's. Toen ben ik te weten gekomen dat je streamt. Ik was direct een volger. Wil je een shout-out doen naar... Een shout-out doen naar... Ik kan het niet lezen. Ik kan het niet lezen. Naar... Oh, Alexander! Ik heb hem! Alexander! Alexander, shout-out naar jou, jongen. Dat is de vriend die me alles heeft verteld naar jou. Over jou. Dankjewel, Alexander. Groetjes van Jeff uit België. Jeff, je bent de bom, jongen. Dankjewel voor deze brief. Yo Jan, daar ben ik weer, Berkai. Ik heb dit keer een challenge voor je. Knijp in dit zakje en leg hem ergens op de grond neer.
Ik ben niet de beste tekenaar, maar ik heb mijn best gedaan. Laat het zakje dicht verpakt. Ik vertrouw er nu al niks van, maat. Ik vertrouw er nu al niks van. Jara Army, Swaxum, 1% luck. 99% skills. 15 concentrated power of will. Vraag, Black Ops 3 of World War 2? Black Ops 3. Vraag, waarom reageer je nooit op Facebook? Facebook heb ik extra aangemaakt. Alleen ik beantwoord alles op Twitter. En op Facebook update ik iets één keer in de week of zo. Facebook doe ik eigenlijk helemaal niks mee. Maar ik heb het wel voor de mensen die het willen volgen. Hij heeft nog tekening bijgedaan zoals je kan zien. Jara Army en mijn logo. En hij zegt knijp kaart in het zakje. Ik weet dat niet de bedoeling is. Maar hij heeft nog een blaadje erbij gedaan. Met vragen. Wat heb ik allemaal nodig om aan YouTube te beginnen? Ik krijg een Elgato. Een capture card. Oftewel de Elgato. Computer. Microfoon. En de software. Om je video's te kunnen maken. En dat is alles. Dat is alles. Zo makkelijk is het. Tips. Hij geeft me een tip hoe ik moet trickshotten. Hoe ik beter moet gaan trickshotten. Maar we hebben hem al voltooid. We hebben hem voltooid. Dennis, je zuigt. Jan wint. Jan haalt Mo op. Dennis haalt 2 kills. Maar is ook best goed. Dennis, hij noemt je best goed. Dankjewel, man. Hij zegt dat ik in dat zakje moet knijpen. Ik vertrouw er helemaal niks van. Er staat hier. Knijp keihard. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik denk al wel wat het is. Het is een fucking stinkbom of zo. Ik ga er niet in knijpen, ouwe. Ik ga hem openmaken. Want ik weet gewoon dat er iets in zit wat niet goed is. Het is een beetje voorspelbaar, maat. Fartbom. Hij heeft hem nog serieus dichtgeplakt, zeg maar ook. Zodat ik het niet kon lezen. Maar ik kan het alsnog lezen. Kijk maar. Fartbom. Dus wat er gebeurt als je hierin knijpt, is dat je hele fucking kamer gaat stinken. Oftewel, ik ga er niet in knijpen. Ik kan hem wel een keer in Chromos zijn rugzak of zo doen. Dan stinkt zijn rugzak keihard. Maar de troll is niet gelukt, jongen. Dankjewel. Gelukkig is het niet gelukt. Hoi Jan, mijn naam is Seaman en ik ben een grote fan van je video's. Je video's zijn gruwelijk. Ik ben ook van plan om een t-shirt van je te kopen bij je webshop. Awesome, man. Wat heeft hij erbij gedaan? Wat is dit? Oh, dit is een tatoeage van Maarten Stekelenburg. Maarten Stekelenburg. Je kan het bijna niet zien. Maar het komt erop neer dat het een tatoeage is. Dus dankjewel, man. Dankjewel, jongen. Joe Jaraski, oftewel Jan. Wij vinden je video's erg leuk en je hond Zoe ook. Blijf zo doorgaan, want je bent awesome. Dankjewel, jongen. We hebben ook nog een tekening voor je gemaakt. Sorry voor het lelijke handschrift van Ilias. Ilias heeft het geschreven. En Batukan, als ik het goed heb, heeft deze brief ook nog mede mogelijk gemaakt. Dus ze hebben tekeningen erbij gedaan van mijn logo met Jaraski, Zoe, Jara Army, Swag, GTA en Call of Duty erop. Kijk eens aan. En dan ga ik even doorkijken, want er zitten nog meer blaadjes in. Zit er nog iets bij? Nop, dat was alles. Dankjewel Ilias, voor je brief. Yo Jan, ik ben een super grote fan van je. Ik ben een fucking baas. Net als je hond. Ik kijk naar Black Ops 2, Black Ops 1, GTA 5, Advanced Warfare, MW3 en MW2. Ik heb een tekening gemaakt. En ik hoop dat je nog lang blijft uploaden op YouTube. Wil je een shout-out doen naar Jazz, Xavi en Montasir. Groetjes Cuba, PS, je bent de baas. Dankjewel, jongen. Hij heeft tekening erbij gedaan met Jaraski, Yara, Yara, Army, Yara, emoticon, emblem, alles erop, zoals je kan zien. En hij heeft er nog eens een Jaraski tekening bij gedaan. Kijk eens aan. En nog eens als laatste een Yara tekening. Dus dankjewel, jongen. Ik vind dat het weer tijd is voor een laatste pakketje. We gaan nog één pakketje openen. Dus we pakken er eentje met inpakpapier, ja? Is dat goed? Inpakpapier hier. Inpakpapier hier. Hier, jongen. Zo, kijk eens aan. Tadaa. Je ziet al dat er een doos eronder zit. Dus we maken gewoon dit fucking kapot zo. Oprotten. Met een papier. Zo. En we gaan eens even kijken wat erin zit. Kijk eens aan. Zo. Er zit in ieder geval eten in. Dat ruik ik namelijk wel.
Komt er een vroem, zo'n geur van eten eruit, jongen. Hallo Jaraski. Ik en mijn vriend Stas zijn grote fans van jou. Daarom hebben wij fanmail gemaakt. Ik, Wesley, vind jouw serie Road to Life Golden superleuk en al je andere Black Ops 2 video's ook. Mijn vriend Stas vindt de GTA-serie het leukste en soms kijkt hij Black Ops 2, dat vindt hij ook leuk. Ga ze door met YouTube. Je bent de beste YouTuber ever. Jouw hond Zoe is ook een baas. En wil je een dikke shout doen naar Sven. Sven, shout naar jou. We hopen dat je onze spullen leuk vindt. Ga nu in de doos kijken en er zit ook nog eens een donatie in de doos. Groetjes Stas en Wesley uit Friesland. Stas en Wesley, ik ga eens even kijken wat erin zit, jongens. Laten we eens even in de doos gaan kijken, hè. Ze heeft ten eerste een schilderpapiertje met allemaal emblems van mij erop erin gedaan. Dus mijn wallpaper, mijn Yara, mijn Jaraski, mijn foto, mijn husky, alles erop, zoals je kan zien. Super vet. En dan hebben ze nog eens allemaal dingen hierbij gedaan. Dus even kijken hoor, wat is dit? Een dog toy. Ah, piepje doet niet meer. Een dog toy voor Zoe, zoals je kan zien. En op de achterkant, oh dat is een mobieltje joh. Oh, dat is gewoon een mobieltje, kijk. Dikke iPhone. Kijk hoe dik die is, dat is wel een nieuwe iPhone. Dit is de nieuwe iPhone 7.0, 7S ding-achtig iets. Dankjewel man, dat is één. En hebben ze nog eens bijgedaan. Dat is keihard gek. Een jump bot. Voor natuurlijk ook Zoe waar ze mee kan spelen. Super vet. Er zit nog eens een pistool in jongens. Dus pew pew. Shots fired. Hoppatee. Een pistool zit erbij. Er zit nog eens een whoopie putty bij. Wat is dit? Oh, die kan je scheten mee laten. Dit is zo'n wc'tje. Zo'n wc'tje waar als je met je vinger en alles ingaat, dan kan je een dan kan je scheet laten. De Whoopie Putty. Kijk eens aan. Dan zit er nog eens een Monster Energy Rehab blikje in. Kijk eens aan. Hoppatee. Dus die kunnen we lekker op gaan drinken. Er zitten nog 3 party poppers in. Kijk eens aan. Die we in de livestream kunnen gaan afsteken. Dus die bewaar ik tot in de livestream. Dus die kan je daar natuurlijk lekker gaan bekijken. Pjoe, schieten we er weer allemaal tegelijk af. De laatste livestream heb ik er ook al heel veel afgestoken, maar ja, daar zijn de livestreams natuurlijk voor. Dit is wat ik rook, er zit namelijk kauwgom in. Steamerol. Hij wou gewoon even zeggen dat ik uit mijn bek stink. Er zit nog eens een 5 cent donatie in. Kijk eens aan, 5 hele cent. Ja, ja. En er zitten nog eens Denta Sticks en Rodeo snoepjes, koekjes voor Zoe in. Dus jongens... Super vet. Echt super vet. Stas en Wesley. Dikke shout naar jullie. Ze hebben een hele doos met allemaal speeltjes en pew-pews erin meegestuurd. Dus dank jullie wel. Daarbij ga ik deze fanmail video natuurlijk wel weer afsluiten. Mocht je nou hebben genoten jongens van deze video, ram dan natuurlijk hier beneden keihard op die like, want het helpt mij enorm. En dan upload ik natuurlijk zo snel mogelijk weer een nieuwe fanmail video, want er staat hier nog heel veel. Dus allemaal bedankt voor het kijken. Als je vergroot ramt die like erop. Mocht je nou nog iets naar me op willen sturen, kan het natuurlijk altijd. Mijn postbusadres staat in de beschrijving. Zorg ervoor dat er genoeg postzegels op zitten. Zorg ervoor dat als je wil dat ik iets terugstuur, dat er natuurlijk je adres, envelop en postzegel bij zit. En zorg ervoor dat je als je iets voor Zoe stuurt, zoals Wes, Lee en Stas hebben gedaan, dat in de originele verpakking zit. Dus heel erg bedankt voor het kijken mensen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En tot de volgende keer weer. Bye bye.